Een repaircafé is een ontmoetingsplaats voor mensen, waarbij ze kunnen hun kapotte apparaat bij ons brengen. Wij gaan daar kijken als ze valt te repareren, ja of nee. Maar tegelijkertijd kunnen ze ook nog een kop koffie of thee drinken en daarom zo'n gezellig ontmoetingsplaats. We hebben nu 5 vrijwilligers op dit moment, we zoeken nog meer. En dan kunnen we iedere vrijdagochtend een hele team van mensen daar neerzetten. Dus niet alleen dit soort stofzuigers, maar we zoeken ook mensen die kunnen kleding eventueel repareren. We hebben ook iemand die kan fietsen repareren. We hebben iemand die gaat mensen opvangen als ze binnenkomen. Dan kan ze zeggen, je moet bij die of die of die terecht. En daarna zegt ze ook, nou neem een kop koffie. Na mijn pensionering, omdat ik heb op een school gewerkt, daar heb je heel veel sociale contacten. Thuis, ja, dan is het kenniskring heel klein ineens. Dus als je zoiets kan doen en een combinatie van mensen helpen om dingen te repareren, maar ook nog de sociale contacten hebben, dat is win-win.